सुख कभी और दुख कभी। Het is 5:02, lieve mensen. Goedemiddag en welkom bij het volgende onderdeel van deze middageditie. En zoals aangekondigd ga ik vanmiddag de komende minuten in gesprek met de heer Ashwiram Charan. En voor de meeste van u geen onbekende meer, volgens mij voor niemand. Want Ashwin is alom bekend, hè. Als hij niet schrijft, dan is hij wel op de radio. Dus de mensen die luisteren en lezen, die kennen allemaal Ashwin inmiddels over zijn columns en de gesprekken op de radio over de politieke ontwikkelingen in Suriname. We gaan vandaag weer met Ashwin in gesprek, want daar is reden voor. En we gaan het hebben over de inmiddels een week geleden veroordeelde verdachten. Lees bij de decembermoorden kwestie, de heer Boutersen en zijn drie overige maten, maar de focus is gericht op meneer Boutersen. Ashwin, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag, luisteraars. Leuk om er weer te zijn. En inderdaad, we gaan het hebben over het proces van het decennium. Ja, het proces van het millennium, zeg je dat. Is dat zo? Ja, dat is wel voor Suriname zeker het geval. Ja, ja, ja. Ik hoor je heel slecht, maar het zal wel aan mij liggen, Ashwin. Misschien dat je iets meer in je microfoon kunt praten, waardoor we je duidelijker zouden kunnen verstaan. Hoor je me zo beter, Fred? Ik hoor je zo, ja, ik hoor je wel, maar als ik naar mijn monitor kijk, dan zie ik mijn stem veel luider, opslaan en de jouwe wat minder luid, maar ik hoop dat bij de opname het uiteindelijk meevalt. Ja. Ik ga proberen om zo duidelijk mogelijk te zijn. Ja, graag. Ashwin, nogmaals, we gaan het hebben over de uitspraak van het Constitutioneel Hof, hè, met betrekking tot de kwestie Daisy Boutersen. Het was geen verrassing. Iedereen verwachtte dat op 20 december inderdaad uiteindelijk de rechter de eerder gedane uitspraken zou vaststellen, namelijk 20 jaar cel, gevangenneming en einde exercitie. Dus in die zin was er denk ik geen verrassing, alleen een ontknoping. Of had je anders verwacht? Nou, ik wil kijk, wat er gebeurd is op 20 december kun je opdelen in drie stukjes. Ja. Drie verrassingen. Verrassing 1 was dat er toch rechters waren die moedig genoeg waren om die dag naar het gerechtshof te komen om vonnis te spreken. Ja. Dat is één deel van de verrassing. Ja. Het tweede deel van de verrassing is natuurlijk dat de NDP zo naïef als ze waren dachten dat Boutersen vrijspraak zou krijgen. Dat heeft hij niet gehad. Hij is veroordeeld voor 20 jaar gevangenisstraf met nog wat andere lui. En het derde deel van de verrassing is dat Boutersen niet gevangen genomen is. Omdat hij een of andere knopendraaier bij het hof toch weer, uiteraard in overleg met de regering, ervoor heeft kunnen zorgen dat die man uit de klauwen van het arrestatieteam is gebleven. Want zoals we weten, als je een kip steelt in Suriname, gebeurt dit nooit. Hè? Dan weten ze wel precies op te tekenen hoeveel veren die kip had die hebt gestolen. Ja. In dit geval heeft iemand bij het hof is vergeten om gevangenneming op te schrijven. En ja, dus is het op drie manieren een verrassing geweest. Waarvan ik het meest irritante vind, dat laatste stukje. Omdat het aangeeft dat de magistratuur in Suriname met verschillende veren en verschillende maten mee. Ja, ja. Als je weer even vasthouden, jij zegt dat een of ander persoon, ambtenaar, rechter neem ik aan dat je bedoelt, in overleg met de regering een ander besluit heeft genomen dan het de bedoeling was. Zeg je dat in samenspraak met de regering uiteindelijk is besloten om niet in gevangenneming terstond in het vonnis op te nemen? Zeg je dat? Ja, dat zeg ik en dat durf ik te zeggen. Omdat we allemaal kunnen analyseren wat hier aan de hand is. Ja. We weten dat het een geladen proces is, we weten dat het een politiek proces is, we weten dat het heel lang heeft geduurd en dat verschillende rechters
ja, de avond ervoor dat ze in de rechtszaal moesten verschijnen, toch af en toe wat buikpijn kregen van de zaak. En dus niet verschenen, waardoor het langer duurde. En we zien dus in dit geval, jammer genoeg, het weer gebeuren. Want verrassing 3 is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Nee, dit is echt afgesproken dat we dat zo gingen doen. Kijk, ik heb natuurlijk ook mijn eigen intelligence gebruikt om te komen tot deze conclusie. Ja. En het vonnis schrijft men niet 5 voor 12 met een glaasje whisky. Ja. Dit vonnis is geschreven waarschijnlijk een week eerder. Als het niet eerder is dan een week, dus eerder dan een week, zou 2 weken, 3 weken, een maand kunnen duren, maand eerder kunnen zijn. Maar het is zeker in overleg gegaan, want het doel van het niet in gevangen nemen is geweest de angst van heel Suriname dat Bouterse en Co. iets zouden kunnen doen waardoor er ergere dingen zouden kunnen gebeuren. Rellen, opstanden, moordpartijen, razzia's, weet ik veel. Maar die angst heeft gemaakt dat de bewuste ambtenaar die dat vonnis heeft geschreven, of de bewuste ambtenaren, rechters, wie het ook schrijft in Suriname, dat die natuurlijk op een bepaalde manier zijn gaan schrijven en zogenaamd ter plekke een vorm van dementie kregen, waar dus ze bepaalde dingen vergaten op te schrijven, zoals het eigenlijk hoort, in het geval zoals het gebruikelijk is bij de kippendief. Maar dit keer hebben ze een uitzondering gemaakt. Ja, ja, die rechter zegt, hè, ik lees dus een artikel geschreven door Sunil Shuklal, die zich ook verdiept heeft in de materie, dat de rechter zegt dat het Openbaar Ministerie niet onderbouwd heeft. Ze hebben wel gevraagd om in de uitspraak gelijk op te nemen in gevangenneming, maar ze hebben niet onderbouwd waarom dat zou moeten gebeuren. Is dat een terechte onderbouwing van de zijde van de rechters om niet tot die uitspraak te komen? Nou, je hoeft niet eens dat stuk van Sunil te lezen. Ik ken het stuk, het is een goed stuk en Sunil heeft zich goed geuit in dat stuk. Ja. Maar je kunt gewoon de conclusie trekken vanaf dag 1 dat de rechters en ook de politiek die nu aan de macht is, dus de regering Santokki, dat ze het gewoon in hun broek doen. Zo moeilijk hoeven we dat niet te maken. Ja, je zegt van Santokki heeft het om opportunistische redenen samengespannen met de rechters om tot deze uitspraak te komen. Nou, er is in ieder geval duidelijk een situatie waarbij de rechterlijke macht als rechtsprekende partij en de wetgevende macht en ook de uitvoerende macht hier hebben samengespannen om zogenaamd te voorkomen dat er gedoe ontstaat in het land. Ik denk dat er helemaal geen sprake zou zijn van gedoe. Maar men was daar bang voor. En daarom heeft men nu... Ja, maar mag je daarmee het rechtssysteem beïnvloeden? Want wat je zegt net, hè, die kippendief zou gelijk gepakt en opgesloten worden. Omdat in dat geval geen angst is dat er rellen zullen ontstaan, maar omdat er een zogenaamde politieke leider en een voormalige president nu het onderwerp is van de rechtspraak, dan moet voorkomen worden, dan wordt een besluit genomen die eigenlijk toch wel leidt tot de klasse justitie. Ja, zeker, maar dat weten we van Suriname nu om en bij 2023, dat er zeker sprake is van klasse justitie. Ja. En nog meer, in dit geval, het proces van Bouterse, een beladen proces is. Ja. En dat zien we gewoon in alle contouren van het vonnis. In iedere letter staat er wel een komma die riekt naar, laten we zeggen, ontziening. Hè, dat we hem gaan ontzien. En kijk, van mijn part, en laat me duidelijk zijn, om alle NDP'ers gerust te stellen, en ook alle VHP'ers gerust te stellen, eigenlijk in Suriname gerust te stellen. Beste Suriname, NDP'ers, VHP'ers, wie jullie ook zijn, Bouterse wordt niet gevangen genomen. Dat is uitgesloten. Dat is 20, 40 jaar uitgesloten en dat is vandaag ook weer uitgesloten. Dus niemand hoeft boos te worden op mij, dat ik op de radio kom
en zegt dat Boutersen de gevangenis in moet. Van mij, pa, die man hoeft niet de gevangenis in. Hij zit al in een openluchtgevangenis, al sinds hij niet meer mag reizen naar het buitenland en dergelijke. Hij heeft nog even kunnen reizen toen hij president was. Wat mij betreft hoeft die man, kan die man rustig zijn Morello roepen aan de Anderdrachtenweg langs de Suriname rivier. Maar wat een feit is, is dat we hier een duidelijk schandaal zien waarbij de Surinaamse rechters hebben samengespannen met de Surinaamse regering om onnodig een president te scheppen voor gratie. En gratie betekent dus dat voortaan iedere crimineel in Suriname ook gratie recht heeft op gratieverzoek. En zometeen ook op gratie. Want ik wil een weddenschap afsluiten met wie die weddenschap wil aangaan met mij. Ja. Dat Boutersen ook gratie krijgt. Ja, krijgt hij. Ik bedoel, Santokki heeft op verschillende momenten na de uitspraak toch wel, zowel hier op de Nederlandse televisie, maar ook toch wel aan de Surinaamse journalisten gemeld dat wat hem betreft het vonnis zoals uitgesproken uitgevoerd moet worden. En dus dat Boutersen opgepakt en opgesloten moet worden. Hoezo gratie? Nou, maar dat zien we toch al. We zien toch al dat Santokki zijn podiumtaal al bij de eerste woorden sneuvelt. Want we hebben toch in de afgelopen dagen gelezen in de kranten dat er nu een gratieverzoek ingediend gaat worden. Ja. En dat daarmee de boel weer opgeschort wordt. En dat betekent dus in principe, zoals het geregeld is in de wet en zoals ik heb mogen vernemen van alle wetsdeskundigen die in de media zijn verschenen, betekent dat heel simpel dat er nu opgeschort wordt. Dus Boutersen hoeft voorlopig, kan voorlopig gewoon zijn morellen roken aan de Suriname rivier. Terwijl het Hof zich gaat buigen over de zaak weer. Dus voor de zoveelste keer maken ze een buiging voor Boutersen. Gaan ze weer lezen, datzelfde rommel die ze hebben geschreven, gaan ze weer lezen. En dan gaan ze dus nu beslissen om de president een advies te geven. Want zo hoort het. Het Hof moet nu gaan nadenken, schrijven wat ze rommel ze hebben geschreven, weer herlezen, herkouwen. Dan komen ze met een advies. En dat advies gaat Santokki dan wegen, wikken en wegen en dan een beslissing nemen. Nou, ik kan iedereen die vandaag luistert, vooral de NDP'ers zeggen, beste NDP'ers, Boutersen, je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet iedere regel te gaan herlezen van het vonnis. Die man krijgt gewoon zijn gratie en de NDP kan gewoon verder gaan met politiek voeren. Want het volgende wat er in Suriname gaat gebeuren is dat we een prachtige regering krijgen in 2025. Een prachtige coalitie van de VHP met NDP, tongzoenend. En de NPS toekeken. Dat wordt de coalitie. Ja, maar toch schrijf jij in een artikel, Ashwin, dat jij hoopt dat Santokki Boutersen zijn gratieverzoek niet inwillig. Als jij zo overtuigd bent dat hij hem gratie gaat geven, waarom dan die hoop bij jou dat hij dat niet doet? Ik heb dat niet geschreven hoor. Welk artikel doe je dan? Er staat in SR Herald een artikel, NDP op compleet dieptepunt. En, ja. De laatste zin is, politiek analist Ashwin Ramcharan hoopt niet dat president Santokki het gratieverzoek zal inwilligen. Oh ja, maar dat is wat anders. Ik hoop dat Santokki dat niet doet, omdat de kippendief dat recht ook niet zou krijgen. Ja. Daarom. Ja. Maar ik denk dat Santokki het wel gaat doen. Hij gaat gratie verlenen. Daarom stel ik ook alle NDP'ers vandaag gerust. Niet boos worden op Ashwin Ramcharan. Want ik denk dat jullie niet te vrezen hebben. Jullie leider van de partij gaat gewoon gratie krijgen. Hij hoeft geen dag in de gevangenis door te brengen. Ja. Maar jij zegt ook in datzelfde artikel, hè, dat jij zeker weet dat Boutersen achter slot en grendel zal verdwijnen. En dat de NDP daarmee in de problemen zal geraken. Dat is allemaal als Santokki doet wat hij eigenlijk hoort te doen. Ja. En dat is niet spugen in het gezicht van de rechtsstaat Suriname. Niet spugen in het gezicht van de mensen die hun dierbaren zijn hebben verloren op 8 december. Ja. Dan, maar zoals het er nu voor staat, vandaag is woensdag. Ja, dan denk ik dat Santokki absoluut niet gaat doen wat ik zou doen.
Ja, geen gratie verleden, zeg jij. Ja, als je, de vraag, hè, was het niet zo dat in de wet geregeld is dat iemand, ook in dit geval dus de president, de voormalige president, eerst een aantal jaren zeg maar zijn straf zou moeten hebben uitgezeten, wil hij recht hebben om een gratieverzoek in te kunnen dienen. Ik bedoel, nu al gelijk na het vonnis een gratieverzoek, is dat conform de wet? Fred, we kunnen vandaag praten over alle wetten die in Suriname in het wet staan. Ja. We kunnen het beste deskundige wetdeskundige in het programma halen om zelfs mee te overtuigen in mijn bescheiden analyse. Maar het feit is, de wet wordt in Suriname niet gehanteerd als het gaat om personen als Boutersen. Kijk, we weten toch ook dat Brunswijk volgens een ieder eigenlijk ook berecht zou moeten worden. Ja. Gebeurt niet. Maar laat Boutersen en Brunswijk. Porto loopt toch gewoon fluitend rond. Klopt. Dus waar hebben we het over? Het is toch heel duidelijk. Vergeet de zaak Boutersen. Vergeet Brunswijk. Vergeet de grootste, zeg maar, boosdoeners in Suriname. Maar we weten toch dat Bordeaux gewoon rondloopt en er gebeurt niet. Dus hoezo? Hoezo moeten we nu blij zijn en geweldig vinden dat Santokki een mijlpaal heeft bereikt? Hoezo moeten we er respect hebben voor de rechterlijke macht en de zogenaamd dappere rechters? Ja, ik kan ook op een kladblok vonnis schrijven en het stelt geen bal voor. Het gebeurt niet. Ja, ja. Dat is de situatie. Ja, we zijn wederom als natie met een dode mus er niet in gestuurd. Ja. Hey, Ashwin, dus dat vonnis is dus nu feitelijk opgeschort. Ja. Vanwege het feit dat Kanhai dus aan het Openbaar Ministerie heeft gemeld dat hij voornemens is namens zijn cliënten gratie aan te vragen. Dat betekent dus een week lang opschorten, maar na een week kan toch wel de uitvoering wel plaatsvinden. Nou, dan kom ik op een ander belangrijk punt ter observatie. Ja. Kijk, als het zo was dat Boutersen op een bepaald moment gearresteerd zou worden, zou moeten worden en ook feitelijk gearresteerd zou worden, dan is de volgende stap oké. Waar brengen we hem naartoe? Ja. Of hebben we een enkelband voor hem? Of mag hij in zijn huis zitten, op huisarrest? Ja. Wat zijn de voorwaarden? Dan was dat allemaal 1. Voorbereid en 2. Waarschijnlijk toch ergens op een voddig papiertje geschreven. En we weten, alles lekt uit in Suriname. Dus ook dat vatje waarop dit geschreven zou zijn, dit plan, het plan. Arrestatie, Boutersen en wat er met hem moet gebeuren, dat fotje was waarschijnlijk ook uitgelekt, want alles bij justitie lekt uit. Mm-hmm. Maar het is ook niet gebeurd. Dus met andere woorden, omdat men wist dat die ambtenaar dat ik op een bepaalde manier zou vergeten in het vonnis op te nemen, zijn er ook geen voorbereidingen getroffen om zo'n high profile arrestatie tot uitvoering te brengen. En dat zien we ook. Dus ja. Eigenlijk, de aanloop naar 20 december zit vol signalen die al verraden dat de zoek in Suriname, in het geval van Boutersen die zoek met Tom, dat die niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. Ja. En dat is het bereikt hebben we nu. Ja. Kortom, hij heeft kerst gevierd met zijn gezin. De verwachting is dat hij oud en nieuw ook nog in vrijheid zal kunnen vieren, mogen vieren. Maar mogen, als ik jou zo beluisterd, ook aannemen dat hij voor de rest van zijn leven gewoon in vrijheid mag gaan en staan waar hij wilt. Ja, ik denk dat dat het geval is, dat wij allemaal daaraan moeten wennen. Ja. Omdat dat de politieke en rechtsstatelijke realiteit is. Ja. Hoe vies het ook ruikt en hoe vervelend het ook voelt, dit is de realiteit. Ja. Ja. Er zijn sommigen die zeggen van dit is een deal die al is gemaakt.
De dag na de verkiezingen, toen Santokki de verkiezingen gewonnen had, en er een gesprek tussen Santokki en Boutersen is geweest op Leonsberg, en toen is dit daar beklonken van: als het zo gaat gebeuren, wil ik dat je zus en zus gaat doen. Klopt dat? Denk je dat dat de waarheid is? Ik denk dat die deal uit twee versies heeft bestaan rondom. De eerste versie is, er komt een uitspraak van de rechter, maar Boutersen wordt vrijgesproken. Dat was één versie. Ja. Nou, dat is niet gebeurd, want we hebben die DDOSO in OCR meegemaakt. Omdat men had gedacht, die deal met Boutersen is gesloten, de rechters zijn ook corrupt. Wat op het bord, dus die gaan geen vonnis uiten in het nadeel van Boutersen. Een tweede versie was, en dat hebben we wel meegemaakt, dat is de wat schonere versie, de realistischere versie, is dat hij wel gevonnis wordt en dus tot moordenaar wordt gevonnis, 20 jaar gevangenisstraf wordt geëist, maar dat er geen uitvoering wordt gegeven in de vorm van gevangenneming. En het is natuurlijk opmerkelijk dat er een DDOSO was in OCR. Ja. Want bij versie 2 is er in principe ook een overwinning. Dus ik begrijp niet waarom men in de NDP groep in het OCR een DDOSO had. Want je kunt niet alle vingers van een hand van Santokki hebben blijkbaar. Een paar vingers wil je wel geven, maar niet een hele hand. Ja, maar misschien is zeg maar de regie, dus het scenario denken zoals jij dat uittekent, niet helemaal zeg maar gedeeld met de partijleden, de partijtop, waardoor zij dus niet wisten dat dit de uitkomst zou zijn. En achteraf dus wel, dus dan zou dat achteraf met voorschrijdend kennis inderdaad voor hen toch nu een moment van overwinning moeten zijn, van oké, er is een vonnis, maar onze leider die blijft in vrijheid rondlopen. Ik hoorde mevrouw Van Dijk Silos van de week ook het een en ander roepen, en die zei in een interview van als ze Santokki oppakken, opsluiten, en de man zou in gevangenis komen te overlijden, dan zal dat niet goed uitpakken voor Santokki en ook niet voor de VHP. Wat bedoelt ze daarmee? Nou, ik vind dat wel een beetje ver gaan hoor. Ja. Als Boutersen in de gevangenis komt te overlijden. Ik bedoel, hij zal zoveel vriendjes hebben in de gevangenis dat hij zeker niet door medeplichtigheid van de gevangenen komt te overlijden. Ja. En als je in de gevangenis ziek wordt, word je sowieso naar de ziekenboek gebracht. Dus ik denk dat dat absoluut vergezocht is van mevrouw Van Dijk Silos. Ik begrijp wel dat ze het hand boven het hoofd wil houden van degene die haar ooit tot minister heeft gemaakt. Dat snap ik allemaal, want dat begrijp ik ook van die oude garde, dat ze elkaar het hand boven het hoofd houden. Mevrouw Silos is absoluut niet te vertrouwen als het gaat om een objectieve uitspraak in de zaak Boutersen, want ze vindt hem zielig, ze vindt hem dit, ze vindt hem dat. Ja, ik bedoel, hoe serieus moet je zo iemand nemen die alles en iedereen zielig vindt als het gaat om Boutersen? Dus ik denk niet dat dat scenario een scenario is waar wij enige waarde aan moeten hechten. En aan hen die denken dat de NDP als een soort phoenix uit het vuur gaat herrijzen omdat Boutersen overlijdt, aan hen wil ik zeggen, er is een hele andere generatie Surinamers die geen bal geeft om Boutersen, misschien wel geeft om de NDP, maar helemaal geen bal geeft om Boutersen. Er is een oudere generatie die misschien geeft om Boutersen, puur uit nostalgie. Want ook die hebben bij de rijen van 6 gestaan toen Boutersen aan de macht was. Om olie te kopen, brood te kopen, melk te kopen en dergelijke. Dus zij moeten zich eigenlijk ten te goed gaan beseffen wat Boutersen voor ze heeft gedaan. Want zoveel heeft Boutersen niet gedaan als men denkt dat hij heeft gedaan. Ja. Dus ik denk zelf dat het goed is voor Suriname om dit heel proces te doorlopen, of Boutersen nou wel of niet in de gevangenis gaat, is niet interessant. Wat wel interessant is, is dat het proces moet worden doorlopen om tot een bepaalde vorm van verzoening te komen en afsluiten van een zeg maar dit zwarte boek
niet alleen één pagina of een hoofdstuk, er is een hele encyclopedie die afgesloten moet worden. Het hele proces doorlopen en dan komen tot een vorm van verzoening. Even, het hele proces zou betekenen dat die meneer uiteindelijk zijn gratieverzoek zou moeten doen. De president gehoord het hof hem gratie verleent. En daarna zou er een verzoeningsprocedure opgestart moeten worden. Zeg je dat? Ja, maar er ontbreekt nog een heel belangrijk stukje aan jouw... Vertel, daarom vraag ik het, ja? Ja. En dat is het overlijden van Boutus. Oké. Want wij zijn allemaal mensen, ook Boutus is mens, ook al denken sommigen dat hij profetisch is. Ja. Dus ook Boutus gaat een dagje overlijden. En dan is de vraag, krijgt iemand die president is geweest van het land, revolutie heeft gepleegd, 40 jaar het land in de greep heeft gehad, ups en downs heeft gecreëerd, maar meer downs dan ups, want de Surinaamse schulden en nu de FRD is onder Boutus' bewind, heeft het meer dan 3-0 verloren. Dus zware devaluatie, complete molestering van volk en land. Als we dat allemaal beschouwen, dan is de vraag of zo iemand dan nog TZT van de zittende regering een staatsbegrafenis krijgt. Want dat heeft natuurlijk, dat gaat natuurlijk net als nu, een grote therapeutische waarde hebben voor het volk van Suriname, voor de aanhang. En ook voor de mensen die nu doen alsof ze een beetje hun mond dicht houden en zo, waaronder vooral veel grote muil VHP'ers, die nu hun staart krullen en niet zeggen erover. Ja. Oh ja, ik heb de indruk dat bij de VHP'ers juist er een hoera-stemming is in de zin van, we hebben Boutersen klein gekregen en hij gaat op de knieën voor onze president. Ja, maar dat vind ik eigenlijk een beetje een laffe houding. Hè? Vertel. Ik bedoel, Boutersen is een geduchte tegenstander. Ja. Er is een bepaalde manier van, een bepaalde manier van recht gesproken, waarmee de familieleden van de slachtoffers van 8 december enige mate van voldoening kunnen behalen. Maar op dit moment is dat ook aan het verdampen vanwege al het gratiegeleuter. Dus als iemand zegt, ja, het is een overwinning, dan zeg ik, ja, een beetje laffe overwinning, hè. Ja. Want je hebt het niet helemaal tot uitvoer gebracht. Ja, en is dat terecht, hè? Want is uiteindelijk, zeg maar, de veroordeling, is dat op de konto van de VHP te schrijven of is dat op de konto van zeg maar de rechtsstaat te schrijven? Ik denk dat het op de konto van vele regeringen voor deze te schrijven is. Ja. Waaronder zelfs raar genoeg ook de regering Boutersen. Ja. Nou ja. Want Boutersen heeft veel van deze rechters ook nog benoemd. Ja. Ja, nee, maar goed, hij heeft nog gepoogd via die wet, hè, hoe noem je het, amnestiewet, zichzelf in veiligheid te brengen. En die amnestiewet is tot stand gekomen mede dankzij de ABOP en de Partij Luhur toen de tijd in de regering van Boutersen, toch? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad op die manier gegaan. Ja. Maar ik zie het anders, Fred. Vertel. Ik zie het meer als een proces na 20 december 2023. En zoals ik net zei, dat proces is nog niet afgelopen. Nu komt er een fase van gratie, zoals jij dat verwoordde, maar het boek Boutersen is pas afgerond als Boutersen is overleden. En dat zie je met heel veel van dit soort dictators. Het boek van een dictator sluit zich alleen bij zijn dood. Zolang hij leeft en zolang hij door het leven invloed kan uitoefenen op het land, gaat dat gewoon gebeuren, want men staat dat toe. Zo iemand hoeft maar alleen een keer een beetje verschil te kijken en men denkt, oh, er gaat weer wat gebeuren. Dat soort angsten spelen in dit soort samenlevingen een rol. Dat zien we nu ook. Ja. Daarom ja. hebben we niet een proces dat volledig is afgerond. Ja. Daarom kunnen we niet overgaan tot gevangenneming. De bovenwereld, de onderwereld, de rechterlijke macht, de regering, alles spant samen om die angsten die ze hebben, die trauma's die ze hebben,
een plek te geven. Maar zo'n trauma krijgt alleen een plek pas wanneer er niets meer over is van die dictator. In dit geval Boutersen. Ja, als jullie hadden het over verzoening net, hè? Bedoel, jij zegt van, bedoel, in dat proces moet uiteindelijk een momentum komen van verzoening. En dat verzoening bedoel je tussen de dader en de slachtoffers en de rest van de samenleving, hè? Over die decembermoorden. Maar om te kunnen verzoenen moet er toch wel iemand zijn die erkent dat hij iets misdaan heeft. Dat wil zeggen dat Boutersen zou moeten erkennen dat hij dus inderdaad die moorden gepleegd heeft. En tot nu toe heeft hij toch wel voet bij stuk gehouden dat hij niet gemoord heeft. Ja, nou kijk, dit is een heel belangrijk puntje waar we nu op aanbeland zijn. Ja. We weten dat er nu een gratieverzoek heeft gediend. Ja. Daarmee schort de boel op. Daar gaat het Hof zich buigen. Nou, laat me het Hof een beetje helpen vandaag. En iedereen die vandaag meeluistert, waaronder ook de NDP'ers. Maar vooral ook de president van Suriname. Laat me hem even helpen. Een gratieverzoek zonder voorwaarden betekent dat het heel ding geen zin heeft gehad. Dus het is heel belangrijk om nu met z'n allen na te gaan denken en die discussie aan te wakkeren. Onder welke voorwaarden gaan wij Boutersen ontzien? Gratie verlenen. Onder welke voorwaarden? Nou, ik noem er een paar. Hij mag niet meer politiek actief zijn. Hij moet bijvoorbeeld huisarrest krijgen. En zo kun je nog meer bedenken. Ja. Maar we moeten in ieder geval gaan nadenken over de voorwaarden. En wat opmerkelijk is, is dat iedereen aan het blaten is in de media. Ook die zogenaamde rechtsgeleerden uit de diaspora en dergelijke. Maar niemand heeft het inhoudelijk over de voorwaarden. Ja. Als je invloed wilt hebben op dit laatste stukje gratieverzoek, dan moet je daar nu over gaan nadenken. Onder welke voorwaarden is dit acceptabel? Als het enige mate van acceptatie kan berusten. Ja, 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 duidelijk. Ashwin, ik bedoel, inderdaad, dus dat is het zeg maar, het besluit tot gratie, hè? Die moet aan enkele voorwaarden onderhevig zijn, maar Santoki zei ook, hè, gratie is prima, maar ik wil wel weten waarom ik hem gratie zou moeten verlenen. Wat zou jij, Boutersen, dan adviseren, hè? Want je hebt een concept gratieverzoek voor hem geschreven. Wat zou de inhoud van die brief van hem moeten zijn? Wat zou in die brief opgenomen moeten zijn om inderdaad Santoki te triggeren dat die gratie aan hem te verlenen? Nou, ik heb natuurlijk sarcastisch twee versies van die brief geschreven. Ja. Om een discussie aan te wakkeren. Ja. Over deze voorwaarden. Ja. Maar helaas, ik weet niet of men het heeft gelezen, als men het niet heeft gelezen, prima. Ja. Als men het heeft gelezen, heb ik mijn doel eigenlijk niet bereikt, want ik wilde juist dat men ging nadenken over de voorwaarden. Ja. En om antwoord te geven op jouw vraag, mijn advies aan Boutersen zou zijn, om absoluut geen spijt te betuigen. Waarom zou je? Het is toch een bananenrepubliek. Je hebt zelf die rechters benoemd, vandaar dat ze dat vonnis hebben zitten verknoeien. Daar heb je toch je doel bereikt. Dus waarom zou je nu spijt betuigen als je toch weet dat het naar je hand gezet kan worden? Dus mijn advies aan Boutersen zou zijn, ga lekker arrogant in je brief zitten. Schrijf gewoon van luister, ik heb absoluut geen spijt. Jullie zijn allemaal politiek corrupt. Dus en toch verdien ik gratis, punt uit. Dat zou mijn advies zijn. Dus ik ga volgende versie schrijven binnenkort. Ja, maar dan jaag je Santoki toch op de kast. Als je toch wel van... Nee, Santoki weet niet waar die kast is. Ja, dat zien we toch. Ja, Santoki is verdwaald in zijn eigen kabinet. Hij weet niet waar de kast is. Niemand zit nog steeds in die donkere tunnel van hem. Hij zoekt naar licht.
Ja. Nee, maar meen je dat? Ik bedoel, je moet ergens op beoordelen. Ja. En geen zielig briefje van beste president. Absoluut niet. Ja. Of je bent de echte baas, ja. Of je bent geen baas. En tot nu toe hebben we toch gezien dat Wouters wel echte baas is. Hij heeft toch ook die rechterlijke macht gewoon met zijn gedachtes kunnen beïnvloeden vanuit de Suriname, aan de Suriname rivier. Die man heeft telepathische gaven. Die man kan gewoon op afstand. Kan hij gewoon bepalen wat de rechterlijke macht vergeet. Ja. Zo simpel is het. Ja. Dus ja. Het feit dat internationaal men die rechters zeg maar bewierookt heeft, zeg jij dat het misplaatst is? Die rechters zijn helemaal niet zo onafhankelijk en zo deskundig, want het is allemaal scenario denken en het is geregisseerd en ze hebben eigenlijk gedaan wat hen opgedragen is. Kijk, vanuit die gedachte dat het geregisseerd is, zeg ik, briljant gedaan rechters. Dus je moet eventjes kijken, als ik praat, dan ja. Denken mensen van ja, die Ashwin, die man is schizofreen. Hij weet niet welke kant hij op moet betogen. Nee, ik bekijk het van alle kanten uit. Er is niet één versie in een verhaal. Hè? Er is een hele mooie Japanse film, die heet Rashomon. Daar wordt er van alle kanten wordt een moordpartij wordt belicht. Dat doe ik ook. Ik neem de positie in van Wouters. Nou, waarom zou je spijt betuigen als je alles naar je hand kan hebben? Maar als je de kant van Santoki bekijkt, dan snap ik dat als je nu Wouters elimineert, Dat je eigenlijk aan de ene kant misschien qua partij heel erg voordelig kunt uitkomen, maar aan de andere kant is het misschien een kans dat hij door martelaarschap juist een hele grote partij wordt. Dus je bent in dubio. En om het interessant te maken in dit gesprek, is het natuurlijk goed om de zaak van alle kanten te bekijken en te bestuderen wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn. Maar de conclusie die we kunnen trekken is dat de rechters in ieder geval twee mogelijkheden hebben gehad. Eén, we hanteren de wet, wet is wet, en we gaan die meneer arresteren, maar even kijken, we hebben geen gepaste penitentiaire inrichting waar deze man kan gaan zitten, we hebben niet dat hotel wat Pablo Escobar had, de kathedraal hebben we niet gebouwd voor hem op te eten, want er was geen geld, hij heeft alle geld opgemaakt, dus we hadden geen geld om een gevangenis voor hem te bouwen, en een ander scenario was, we gaan dat ding zodanig opschrijven dat we die man niet hoeven te arresteren. Ja. Dan slapen we vanavond ook rustig naast onze vrouw. En dan kunnen we ook gewoon met onze kindjes naar tv zitten kijken vanavond. Wat anders spreekt, de pleur is los in het land. Ja, dus om hun eigen huid te beschermen, hebben die rechters uiteindelijk een vonnis gedestilleerd, geconcipieerd. Die eigenlijk hen minder controversieel maken. Waardoor ze rustig kunnen slapen, zeg jij. Ze hebben zichzelf gedekt. Ja, precies. Dat sowieso. En Fred, kijk, al dat geblaad van het buitenland, hoe geweldig die rechters zijn geweest. Ja. Ik heb nog nooit gehoord dat het buitenland gaat zeggen wat een slappe Janus rechter in Suriname. Dat gaat niet gebeuren. Ja. Dan zeg je, Ashwin, jij zegt ook van, als men in Suriname Bauta niet kan oppakken en opsluiten, uit angst hè, voor allerlei toestanden, zeg jij, Santoki bang dat hij mogelijk slachtoffer wordt van repercussie door aanhang van Boutersen, dat hij mogelijk de verkiezingen verliest en dat hij daarom Boutersen vrij laat lopen, zeg jij, Boutersen wordt ook gezocht door Nederland. Er is een vonnis hier in Nederland waarvoor hij 10 jaar moet zitten. En wat let Santoki om Boutersen uit te leveren aan Nederland, zodat hij zijn straf hier in Nederland kan gaan uitzitten, 10 jaar. En die 10 jaar is hij dan wel 88 jaar. Nou ja, wie dan is, die dan ziet, hè. Maar dan heeft Santoki 10 jaar geen probleem met hem. En heeft hij dus Boutersen veilig en wel opgeborgen in Nederland. Is dat een denkbare scenario? Nou ja, we weten in ieder geval uit de geschiedenisbiografieën van Lubbers en van Mierlo en zo, dat er op meerdere momenten het idee is gevormd in Nederland om Boutersen op te halen met een groepje mariniers. Ja. Weten ook, de geschiedenis kennen we. Amerika, die is onder luid rockmuziek, hebben ze toen Noriega uit zijn hol geblazen en meegenomen naar Amerika. Die
er zijn meerdere drugdealers uit meerdere plekken in de wereld zijn meegegaan. Alleen Pablo Escobar die bleef in zijn luxe hotel zitten. Dus het kan. En als we voetballers in Suriname kunnen laten spelen voor Nacho, kunnen we dit niet oplossen. Ook al staat het niet in de wet. Er staat nog meer in de wet en ook niet in de wet en toch gebeuren die dingen. Dus laten we nou niet doen alsof we de wet op de letter nauwkeurig hanteren in Suriname. Waar een Willis is een weg en waar een Biggie Moffo is er nog een grotere weg. Maar het is er niet. Ja, ja, dus dat die mogelijkheid zou uiteindelijk een onderzoek waard zijn. Om uit de impasse te geraken in Suriname. Dat iedereen, dat alle partijen uiteindelijk geen gezichtverlies bij lijden. Ik denk dat Nederland dit als een plicht moet zien. Ze hebben toch Woutersen, het monster Woutersen, zoals Nederland dat noemt. Hebben ze toch zelf gecreëerd? Ja. Dan moeten ze hun eigen puin komen opruimen. Als ik president van Tokio was, had ik dat gezegd tegen Nederland. Ja. Maar dan moeten ze hun muil dicht houden. Maar hoezo heeft Nederland Boutersen in het zadel geholpen? We weten toch de rol van kolonel Valk en al dat soort andere spookverhalen die de ronde doen. En de reden waarom ze die kluis zo potdicht hebben gesloten met alle documenten van 60 jaar in Nederland. Waarom doe je dat? Als je het echt meent met een ex-kolonie en als je echt uit bent op rechtvaardigheid, rechtspreken, helpen om een ex-kolonie volwassen te worden. Als je echt waarheidsvinding wilt plaatsvinden, dan gooi je dan documenten gewoon op tafel. Waarom sluit je het op voor 60 jaar? Dat is ook een vorm van lafheid van Nederland. Ja, en in dat geval zeg jij, heeft Nederland ook een verantwoordelijkheid. En die zouden Nederland heeft zeker een verantwoordelijkheid. Ja, moet de actie vanuit Suriname komen of zeg je van, het mag net zo goed vanuit Nederland uitgaan? Ik denk dat Nederland niet eenzijdig dit kan doen, maar het moet vanuit Suriname. Nou ja, ze kunnen toch een uitleveringsverzoek, ik bedoel, Nederland heeft een vonnis en die kan vragen om uitlevering, toch? Dat ze niet een verdrag hebben voor uitlevering, dat is een andere zaak. Maar het let hen niet om dat verzoek te doen bij Suriname. Dus feitelijk zou Nederland Suriname, lees dan Tokio daarmee, denk ik toch wel, de helpende hand kunnen aanreiken, toch? Ja, dus onder een andere politieke situatie, ja. In Nederland, ja. Had ik je gezegd ja. Ja. Maar wetende dat Wilders niet houdt van asielzoekers, gaat die boters ze absoluut niet willen hebben in Nederland. Ja, nee, precies. nee, als Wilders aan de macht is, dan moet je dat vergeten. Ik bedoel, de Bouters is niet zomaar een Surinamer, hè, Ashwin. Hij is president geweest, 2 termijnen. En is voorzitter van toch wel de grootste politieke partij in Suriname. Hoe je draait of keert, de meeste zetels heeft uiteindelijk zelfstandig Boutersen binnen kunnen halen. Natuurlijk op VHP na. Verdient zo'n man inderdaad het niet om op een andere manier bejegend te worden dan een gemiddelde crimineel? Nee, waarom zou dat? Ik bedoel, als we kijken naar zijn verdiensten voor het land. Ja. Dan heeft deze man in mijn beleving onvoldoende gedaan om een helder behandeling te krijgen, want dat is wat we nu meemaken. Ja. He? Dus hij is niet eens een anti-held. Nee, die man is gewoon een held, want hij mag straks gewoon gratie krijgen. Dus ik weet niet hoe de familieleden van de 8 december slachtoffers naar dit interview van mij luisteren of naar de zaak kijken. Wat ik nu aan het uitvouwen is, vlak voor onze ogen en hun ogen. Maar dit is een schande. Dit is absoluut niet iets om trots op te zijn en voldoening mee te halen. Dit kan gewoon, vind ik, niet. Ja, dat alle partijen op dit moment toch wel een spelletje onderling met elkaar spelen. Ja. Om Boutersen in vrijheid te laten, dat zeg jij. Precies. Ja. Je zegt het heel goed, Fred. Ja. Er is een spelletje dat gespeeld wordt. Het rad wordt voor onze ogen gedraaid. Ja. Wij zouden, als we niet kritisch genoeg zijn, als wij dit soort interviews en gesprekken met elkaar niet publiekelijk zouden kunnen voeren, zouden we erin moeten stinken. Dat is de bedoeling van dat spel. Ja, over de hoofden van de doden en de nabestaanden. Dit is een gemeend spelletje dat Santoki speelt eigenlijk, toch? Het
het is een gemeenspelletje wat zich in Suriname nu voltrekt. Ja. Voor de ogen van de mensen die het als zoete koek aan het inslikken zijn. Ja. Voor de internationale gemeenschap die medeplichtig is aan het slikken van die koek en het door het stratdouw van het volk van Suriname. Want als we alleen moeten afgaan op de nieuwsberichten vanuit het buitenland, dan is Suriname nu een voorbeeld rechtstaat. Ja. Maar dat is het toch niet. Maar ze worden eigenlijk dus zand in de ogen gestrooid. Ze worden bedonderd. We zijn ziende blind. Ja, maar dan speelt hij dat spelletje heel goed. Want men doet voorkomen alsof de rechtsstaat functioneert. Hè? En dat een veroordeelde ook rechtsmiddelen heeft. In de vorm van een gratieverzoek. Om uiteindelijk buiten zeg maar, de detentiecentra van Suriname te blijven. Dat doet men eigenlijk zo aan de wereld voorkomen. Terwijl jij zegt, dit is een scenario dat onderling is afgesproken. Santokki en Boutersen. En dat spelen ze mooi uit en men doet voorkomen alsof dit rechtsmiddelen zijn die men inzet. Maar uiteindelijk is dat al lang van tevoren bedacht, uitgewerkt. En daar is de rechtspraak, de rechters, ook voor gebruik om het zo vandaag te laten zijn. Dat zeg je eigenlijk. Ja, en Fred, ik zou je eerlijk zeggen, ja? In de aanloop naar het proces, ja? Heb ik natuurlijk verschillende mensen gebeld. Ja. En er is één persoon. Ja. Die mij precies kan vertellen zoals het zich heeft voltrokken en voltrekt. En ik moet zeggen, de andere mensen die ik ook heb gesproken, die bepaalde versies van hetzelfde verhaal aan mij vertelden, al die versies kloppen voor, laten we zeggen, 90%. Dus heel Suriname wist dat er een deal is gemaakt. Hoe geloofwaardig ben je dan nog? Als rechterlijke macht, hoe geloofwaardig ben je nog als president die op het journaal komt en aan het hoek blazen is? Hoe betrouwbaar ben je nog als assemblee? Hoe betrouwbaar ben je als regering? En laten we niet vergeten, terwijl we hier aan het praten zijn, is Bordeaux nog steeds vrij. Ja. Dus wel, hoeveel bewijs hebben we nodig dat er een spelletje gespeeld wordt? Ja. Je zegt van, eigenlijk, voor het oog van de wereld hebben de rechters, de president van Suriname, eigenlijk de boel voor de gek gehouden. Ja, en ze mogen me citeren in welk artikel dan ook, in welke krant dan ook. Want als we naar de bewijzen kijken, ja, dan zien we het toch voor ons ontvouwen. Ja, ja. Ja, je zegt van, dit is helder en duidelijk, als je dat maar wil inzien, dan zie je dat dit een uitgeschreven routekaart is, waarop precies uitgetekend is wat de uitkomst zal zijn van dit proces. En dit is niets anders dan dat het een showproces is geweest, om uiteindelijk een vonnis te hebben, maar Boutersen blijft zeg maar in vrijheid zijn leven leiden. Hij blijft buiten de gevangenissen. Dat is, juist, zeg maar. En dan komt er nog een andere interessante dimensie bij. Ja. Ik gaf net aan, het Hof gaat nu dat gratieverzoek bestuderen. Ja. Wat er in dat gratieverzoek staat, ik hoop dat we het ook te lezen krijgen en dat het publiekelijk wordt. Toch? Ja. Want het is een publiekelijk proces, zoals het tot nu toe is verlopen. En ik hoop, en ik ga justitie heel kwalijk nemen als ze het dit keer niet laten uitleggen. Want ze hebben een reputatie opgebouwd dat alles uitlegt bij justitie. Dus ja, waarom dit niet? Ja. Dus ik ga ervan uit dat iemand dat in bij een koffieautomaat of in een prullenbak laat liggen. Je bedoelt de gratieverzoek van Boutersen? Het gratieverzoek van Boutersen moet ergens lekken. Ja. En als het niet lekt, ga ik minister van Justitie zeer kwalijk nemen. Als dat niet lekt. Want hij heeft een reputatie dat alles op zijn kabinet lekt, dus dit moet ook lekken. Maar goed. Maar wat voor belang hebben we eraan? Dat het gratieverzoek uitlegt? Nou, ik wil heel graag weten wat Boutersen voor tekst heeft geuit, toch? Ja, Biggie, alsjeblieft. Laat me vrij. Bijvoorbeeld, dat betuigt hij spijt, ja, geeft hij aan, ja, dat hij fout is geweest, dat hij inderdaad vermoorden heeft gepleegd. Of haalt hij zijn neus op en zegt hij, luister, hier hebben jullie een van mijn vingers, het liefst de middelvinger, en dan bekijken jullie het. Want hij weet dat het Hof zich dan eventueel jaren over het verzoek kan buigen.
dan gaat de president nadenken. Nou, dat zitten we al tegen de verkiezingen van 2025 aan. En dan is het natuurlijk mooi om dan koehandel te plegen door te zeggen, luister, beste Daisy, als jij nou al die zetels van je ten dienste stelt van de NPS en de VHP, als jij een lieve jongen bent, voor een lieve president als mij, zegt Santokki dan, mag je mee regeren. Dat is koehandel. Ja, dan gaat men dat doen, want Santokki hoeft niet volgende week al een beslissing te nemen. Dat kan jaren duren. Ja, hij kan over de verkiezingen heen tillen als hij dat wilt. Hij kan het tillen tot eindeloos, totdat jij niet bezig wordt. Ja. En daarmee, zeg jij van, de executie van het vonnis zal nooit plaatsvinden. En eigenlijk zal Suriname afscheid nemen van Boutersen op het moment dat hij komt te overlijden. En daarmee komt het einde aan het hele gedoe rondom de decembermode strafproces. Ja, ik kijk al uit naar de staatsbegrafenis van Boutersen, hoor, eerlijk gezegd. Ja, denk je dat? Denk je dat Santokki dat zal doen? Dat een andere president het kan maken dat een meneer die veroordeeld is, dat die dan uiteindelijk met een staatsbegrafenis uiteindelijk ter ziele gedragen wordt? Nou, het punt is, ik denk dat Santokki wel een kans maakt om weer zetels te behalen in 2025. Maar ik denk niet dat hij president gaat worden, want hij heeft er een ratje toe van gemaakt. Dat weet je allemaal. De homo's zijn mislukt, het hele monetair beleid is gespat in zijn gezicht. Alle projecten die hij heeft geïnitieerd hadden een luchtje. Of het nou een Italiaans project was, of een Deens project, of welk ander project. Dus hij heeft er een ratje toe van gemaakt, een puinhoop. 3 jaren, 4 jaren, 5 jaren puinhoopen van de regering Santokki Brunswijk. Die gaan natuurlijk hun tol eisen. Ja. Dus dat betekent dat de vraag is wie dan met die hete kastanjes op de schip komen te zitten als Boutersen niet berecht of geen gratie krijgt. Wie mag dan gratie gaan verlenen? Ja, maar nog, in afwachting van dat moment, hè, tekent zich een verontrustende ontwikkeling af in Suriname. En dat heeft te maken met het feit dat de etnische kaart heel sterk in Suriname wordt gespeeld. Op het resultaat van de uitspraak nu. Het is toevallig dat de 3 rechters Hindoestanen zijn. Of niet toevallig, dat mag jij zo direct zeggen. Er is een openbaar ministerie, een PG, is ook een Hindoestaanse. En de president is een Hindoestaan. En de verdachte, in dit geval de veroordeelde, is een niet-Hindoestaan. Waarbij nu toch wel heel sterk wordt ingespeeld op wij en zij. Dus leuk dat er een scenario denken is waarbij uiteindelijk de uitkomst zal zijn dat Boutersen buiten gevangenis blijft. Maar zolang dat niet in zicht is en niet duidelijk is, blijft dus die etnische kaart een rol spelen in het opdelen van die samenleving. Ik bedoel, hoe kijk je daarnaar? Heel interessant. Maar dan moet je me even helpen. Ga je gang. Fred, ik begrijp dit. Als we zien dat het vonnis niet tot uitvoering wordt gebracht. Ja. Door diezelfde Hindustanen die daar rechter zijn. Ja. Dan moet je toch blij zijn, dan heeft die Hindustan je toch geholpen. Als het zo is, hè, ik zeg niet dat het zo is, want ik vind het wel heel ver gezocht en eigenlijk heel dom bedacht. Er is helemaal geen sprake van etnische rechtspraak. Er is sprake van een hele slimme rechtspraak, waarbij iedereen wint. Boutersen heeft gewonnen, Santokki heeft gewonnen, Suriname heeft gewonnen. Het buitenland heeft toch gezegd dat iedereen heeft gewonnen, de rechter heeft gewonnen. Dus hoezo heeft die Hindustan iets verkeerd gedaan? Nou ja, zolang... Ik vind dat die Hindustan, die zogenaamde Indiaanse broeder, ontzettend heeft geholpen. Die man hoeft niet eens 1 dag in de gevangenis te zitten. Mag een gratieverzoek doen. Mag zijn Morello aan de Suriname rivier roken. Wat wil je nog meer? Ja. Dus jij zegt van die etnische kaart die nu gespeeld wordt, is misplaatst. Want als je daar goed naar kijkt, dan heb je... Het is dom. Laat die mensen me uitleggen wat er in het nadeel is gevonnis van Boutersen. Iedereen wist toch, hij weet zelf dat hij die moorden heeft gepleegd. Dat is niet meer interessant. Interessant zou zijn, word je berecht voor die moorden. En dat is niet gebeurd. Die Hindustan heeft welke Indiaanse broeder of Creoolse broeder of welke Moxie broeder heeft die geholpen. Die Hindustan moet een standbeeld krijgen.
Ja, nou ja, die rechter heeft wel een vonnis uitgesproken, 20 jaar cel. Er is toch een papieren tijger. Dat ging bal voor die alle tanden uit die tijger, uit die mond van die tijger, zijn er niet. Ja, ja. Ja. Ja, het is een papieren, je zegt van het is een papieren veroordeling, maar zeg maar, materieel wordt het niet uitgevoerd. Boutersen was sowieso niet van plan om ooit naar Parijs te gaan, samen met Moesje. Ja. Hij zit prima daar aan die Suriname rivier met de Morello. Die man heeft niet veel nodig. Hij is baas van het land. Hij gaat de geschiedenis in. Er zijn meer boeken geschreven over hem dan welk ander politicus van Suriname. Die man is nu gevonnist, maar dat was hij vanaf 1982 al. Vond iedereen een moordenaar, of een deel van Suriname vond een moordenaar. Die familieleden vonden een moordenaar. Er is toch niets veranderd? Wat maakt het uit als een rechter die een kippendief wel kan veroordelen, maar een high profile meneer niet? Hey, die rechter de vonnis heeft toch geen waarde? Dus ja. De ding is gewoon, het is leuk. Het is leuk dat we erover kunnen praten op de radio. Maar wat is er gebeurd? De facto toch niet. Die man zit nog steeds aan de Suriname rivier. Jan is nog steeds president. De scenario's zijn nog steeds uitgekomen zoals iedereen had gedacht. Zonder dat ze rechter waren. Wist men, er wordt een deal gesloten. Boutersen gaat niet de gevangenis in. Alleen waren die NDP'ers wat naïef. Die dachten Boutersen krijgt vrijspraak. Dat is helemaal dom. Dan geven ze die Hindustanse rechters nu de schuld. Omdat ze geen ander interessant verhaal kunnen verzinnen. Er moet een standbeeld komen voor die Hindustanen. Dat de Boutersen hebben ontzien. Nou ja, aan de ene kant zeg jij van ze hebben de Boutersen ontzien. Maar bedoel, de mensen die daar baat bij hebben, die zochten naar gerechtigheid. Die hoop hadden op een eerlijk proces en een eerlijke uitkomst. Nou ja, die komen van de koude kermis thuis. Die zijn benadeeld in deze. Dus in die zin is er ergens toch wel een benadeelde door de houding, de opstelling, het opportunisme van dus diezelfde rechters, toch? मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का बस नहीं चलता यहां इंसान की तदबीर का मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं राम और घनश्याम पर भी ja, de verbinding was even uitgevallen, lieve mensen, maar we hebben Ashwin weer aan de lijn. Ja, Ashwin, wij waren nog in gesprek toen contact verbrak. Ik moet even de luisteraars zeggen dat jij onderweg bent naar een vakantiebestemming. En dat we dit gesprek met jou doen in de auto. Ondanks het feit dat jij andere verplichtingen hebt. Maar goed, we zijn blij dat we toch het gesprek kunnen voeren. Ja, we waren dus bezig met de gevolgen voor de nabestaanden. Aan de ene kant en aan de andere kant zeg je, nou ja, de rechters en de samenstel van personen die toevallig een bepaalde etnische achtergrond hebben, waarbij sommigen in die samenleving dat duiden als toch wel een etnische gebeuren. Ze spelen de etnische kaart, zeg je, dat moeten ze niet doen. Want nou ja, ze komen juist die Indiaan tegemoet met hun uitspraak. En ik zei daarop, ja, maar daarbij is dan, lees, de nabestaanden, de mensen die op gerechtigheid hadden gerekend, toch in de kou gezet, die zijn dus daarin benadeeld. Ja, ik denk dat zeker hoor. Kijk, ik kan niet spreken voor de nabestaanden van de slachtoffer van 8 december. Ja. Maar het doet je wenkbrauwen wel fronsen als je ziet wat er na het proces allemaal gebeurt. Ja. We noemen dat het spelletje dat gespeeld wordt. Hè? En ik vind het wel erg hoor voor die mensen dat dit allemaal nu gaat gebeuren. Want ik kan me niet voorstellen dat zij zich hadden voorbereid op een eventueel gratieverzoek of iets dergelijks. Ja. Zoals ik eerder zei,
We weten vanaf 1982 dat Wouters een fout is. Hij weet het zelf ook. Hij heeft het ook in interviews met Sandeel Wira aangegeven dat hij eindverantwoordelijk is voor wat er zich daar heeft afgespeeld. Er zijn getuigenverklaringen die in het vonnis zijn opgenomen. Er is nu een vonnis geweest. Ja, ik bedoel, het is vervelend voor die mensen, maar er is eigenlijk niets veranderd aan de zaak. Ja. Oké, okay. Ashwin, jij zegt ook einde, Bauta betekent ook einde voor Santokki en einde van de oude politiek. Nou goed, in dit geval zal er geen sprake zijn van einde Bouterse als zijn gratieverzoek wordt ingewilligd. Maar jij bedoelt in het andere geval, als hij uiteindelijk toch in gevangenis belandt, dan eindigt toch wel zijn politieke loopbaan. En met het eindigen van zijn politieke loopbaan, de politicus Bouterse, eindigt ook de rol van de politicus Santokki. Waarom dat allemaal in één adem? Ja, goede vraag. Kijk, ten eerste is het zo dat ik, zoals ik eerder heb gezegd vandaag in dit interview, alle NDP is geruststellende, alle VHP is geruststellende en ook alle NPS is geruststellende. Bouterse gaat niet de gevangenis in, zoals het spel nu gespeeld wordt. Mm-hmm. Als het spel anders gespeeld gaat worden, zullen we dat merken. Ik verwacht het niet, want we hebben net gesproken over wat de stapjes zijn. Het Hof krijgt nu gratieverzoek, die gaat nadenken, kan heel lang duren. Dan moet de president nog nadenken. Er moet gekeken worden naar de voorwaarden waaronder gratieverzoek ingediend wordt. En welke voorwaarden voldaan kan worden. Dus het is een heel gedoe nog. Nou, dat betekent dat wij als Surinamers allemaal moeten beseffen dat we te maken hebben met mensen die met ons spelen. Ze spelen met ons, ze spelen met onze hoofden, ze spelen met onze principes, als we die nog enigszins hebben. En dus spelen ze met de toekomst van het land en de nog ongeboren Surinamers. Als ze in staat zijn om dit spelletje te spelen, dan geeft het ook aan hoe corrupt het systeem in Suriname is, als politiek systeem, als systeem wat beleid moet formuleren om Suriname te verheffen tot een land dat straks kan genieten van olie- en gasinkomsten, waar iedereen kan meedelen op een inclusieve manier. En omdat het spel zo smerig gespeeld wordt, op deze manier kunnen we stellen dat als er een alternatief komt voor degene die dit spelletje bedenken en dit spelletje spelen van de grote corruptie in Suriname, dan betekent het inderdaad het einde van Bouterse en dus ook het einde van Santokki, maar vooral het einde van de oude politiek. Want in dit interview heb ik genoeg bewijzen aangedragen om aan te geven dat we bedonderd worden waar we bij staan. Dat het volk van Suriname bedonderd wordt. Dus, er kan nog één psychologisch ding aan de hand zijn. En dat is dat Suriname nog steeds last heeft van enige vorm van slavernij denken. Dat de contractarbeiders, Javanen, Hindustanen enzovoort, die allemaal als contracties hebben gewerkt, nog steeds last hebben van het contractarbeiderssyndroom. En wat bedoel ik daarmee? Dat wij nog steeds accepteren dat die plantage-eigenaar, in dit geval de leiders van het land, uit de Viagra-politiek komen en ons flink afranselen wanneer zij het maar goed vinden en we moeten het applaudisseren. We moeten dansen wanneer ze ons afranselen en ons helemaal kreupel slaan met hun spelletjes. Dat bedoel ik. Dus dit is eigenlijk een oproep aan de nieuwe politiek, aan jonge leiders van Suriname, om in te zien dat dit niet meer mag gebeuren. Je kunt niet toestaan dat een land zo ziendeblind wordt bedonderd en dat je erbij staat als een ex-slaaf of een ex-contractie en applaudisseert waar de plantage-eigenaar je afranselt. Dat is wat ik heb probeer te zeggen. Ja. Feitelijk zeg jij van
dat met name de nog niet bekladde politici en politieke partijen, die nog altijd, nou ja, mogelijk het verschil zouden kunnen maken, dat zij juist nu in deze fase van gebeurtenissen in Suriname zich moeten aandienen en duidelijk moeten maken aan het volk dat ze door de oude politiek ook in dit geval bedonderd worden, bedonderd zijn, en dat ze dus afstand moeten nemen van de oude politiek. Dat is, ja, dus er ligt op dit punt een klus voor de nou ja, alternatieven die zich nu aandienen, de nieuwe politieke bewegingen, om helder en duidelijk te maken naar de kiezers toe dat de oude politiek, en daarmee bedoel je de NDP, de VHP, ABOP en Partij Aloer. Dat klopt toch? NPS, ja. Ja. Dat dit de zeg maar de partijen zijn die vooral corrupt zijn en niet integer zijn en met allerlei scenario's aan het werk gaan ten koste van land en volk en voor eigen belang. En dat ze daarvan afstand moeten nemen. Exact. Ja. En daarom betekent het einde van Boutersen, betekent ook, en kijk, einde van Boutersen betekent niet dat ik nu zeg dat hij de gevangenis in moet, want dat gaat niet gebeuren, heb ik net allemaal uitgelegd. Ja. Het einde van Santokki betekent gewoon dat men gaat inzien dat ook hij Brutus, zijn deel heeft in deze hele puinhoop. Dat geldt ook voor Brunswijk, die ooit amnestie heeft verleend. Dat geldt ook voor Partij Aloer, Somohavjo, die ook mee heeft gedaan aan amnestie. Dat geldt ook voor de NPS, die er als een gillende keukenmeid altijd bij staat en geen bal, geen deuk in een pak boter kan slaan. Dus deze partijen, als ze in staat zijn om dit soort corrupte, samenspannende, volksverloederende acties uit te voeren, dan kunnen ze zijn in staat om veel meer te doen. En dus gaan ze ook alle olierijkdommen straks verkwanselen waar het volk bij staat. En de vraag is, wil het volk dat, hè? Kijk, als het volk dat wil, ja prima, succes, mooi, leuk. Als je weet wat ik niet begrijp, hè? Bedoel, als jouw tekening klopt, wat jij zegt, hè, over toch voorbedachte raden, scenario in vrijheid houden en laten van de veroordelen, als dat waar is. Hè? Bedoel, ik heb hier op de nationale televisie de diaspora top jurist aan het woord gezien en die waren toch wel ondubbelzinnig van mening dat de uitspraak zal leiden tot gevangenneming van Boutersen. Niet gebeurd. Hebben zij zich dan ook verkeken? Ja, ik denk dat zij zich hebben verkeken. En dit zijn de mensen die eigenlijk gestraft moeten worden in hun arrogantie. Want het is gewoon domme arrogantie om de realiteit van de Surinaamse spelletjespolitiek, Viagra-politiek, niet te willen accepteren. De realiteit is dat we te maken hebben met een samenleving die tot op het bot ziek is. Ja. Ik heb net ook gezegd. Maar is het ook niet dat deze mensen die zich als zeg maar Suriname-deskundigen uitgeven, wellicht wat kennis, ja, wat boekenkennis hebben, maar toch wel de praktijk van de dag niet kennen, die verbinding met de praktijk van de dag in Suriname niet hebben, waardoor ze tot dit soort van, denk ik, uitspraken zijn gekomen? Nou, er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Ja. Eigenlijk drie dingen. Ja. Het is een generatieprobleem. Ja. Dat ze dit hebben, want ze zijn eigenlijk ook een product van de generatie Boutersen. Ja. Dus ze hebben ook allerlei trauma's. En door die trauma's zien ze niet, willen ze niet inzien wat de realiteit is. Ja. Twee, ze zijn inderdaad arrogant dom. En drie, ze weten het gewoon echt niet. Dus ze hebben zich wel inderdaad in die boeken verdiept. Maar als het aankomt op werkelijk accelereren met een kritische denkvermogen om de zaak te beschouwen zoals wij dat vandaag hebben gedaan. Ja. Gewoon van beide kanten, van alle kanten de zaak bekijken. Zowel van de kant van Boutersen als de kant van Santokki. Zowel vanuit de NDP als de VHP als de NPS. Als je niet zo multidimensionaal, analytisch, kritisch kunt denken, ja, dan zie je het niet aankomen. Ja, ja, maar goed, ze hebben wel de schijn gewekt, hè? Alsof zij toch wel ter zake kundig zijn. Ze hebben goed zeg maar overzicht op de materie. En een van de juristen zou de indruk gewekt hebben dat hij, nou ja, hij heeft dat niet zo uitgesproken.
Maar een iemand die goed luistert, die zou uit kunnen destilleren. Alsof dat vonnis al uitgeschreven zou zijn. En dat meneer ter zaak ook wist wat in het vonnis stond. En dat hij volmondig kon antwoorden op de vraag van de journalist. Is het einde periode Bouterse en komt hij uiteindelijk achter slot en grendel? Volmondig ja, de man heeft de plan volledig misgeslagen op dat punt. Ja, dat is zeker zo. Ja, dat is zeker zo. En kijk, die meneer is dan misschien een topjurist, advocaat of zo, van beroep. Maar ik kan je vertellen, Fred, de mensen die ik heb gesproken, die waren geen topjuristen, geen advocaten. Maar die hebben het allemaal aan het juiste eind gehad. Ja, ja, ja. Want wat zich vandaag voltrekt is precies wat zij me vertelde. Ja. Hey, Ashwin, even toch wel op de man af de vraag, hè? Als het aan jou lag, hoe zou uiteindelijk dit proces moeten eindigen? Nou, als het aan mij lag, zou een ideale, elegante manier, voor zover het elegant mag zijn, zou zijn dat je onder hele strikte voorwaarden gevangenneming gelast. Ja. Absoluut geen gratieverzoek inwillig. Ja. En dit is het scenario wat ik hoop dat zich gaat voltrekken. Ja. Omdat het alle partijen goed stemt. Vooral de nabestaanden van de 8 december moorden. En het scenario is als volgt. Bouterse heeft een prachtig huis, heb ik me laten vertellen, aan de Suriname rivier waar hij graag vertoeft. Hij zou daar eigenlijk gewoon huisarrest moeten hebben, zijn straf daar moeten uitzitten. En absoluut geen sprake van gratieverlening. En wel onder strikte voorwaarden dat hij bijvoorbeeld zich absoluut niet mag bemoeien met de politiek in Suriname. Dat gaat natuurlijk moeilijk zijn, want ik kan altijd fluisteren in mensen oren. Dus ook wie hem bezoekt, zou ook onder de voorwaarden moeten vallen. Het gebruik van telefoons zou ook onder voorwaarden moeten vallen. Met andere woorden, de communicatie met de buitenwereld zou zwaar aan banden gelegd moeten worden. Verder, alle geneugden van lekkere kreefjes tot Morello-sigaretten, absoluut geen moeite mee. Maar het moet wel dusdanig zijn dat het enigszins lijkt op een boetedoening. En dit zou alleen mogelijk kunnen zijn als hij ook spijt betuigt. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Ja, als hij spijt betuigt. Maar goed, we hebben hem tot nu toe dat niet horen doen. Hè? Integendeel. Hij heeft vastgehouden aan toch wel zijn onschuld en de situatie toch wel toegeschreven naar omstandigheden. Hij heeft de 15 personen toch wel geduid als toch wel potentieel gevaar voor staatsveiligheid. En dat die mensen bezig waren met het beramen van een coup. En dat onder die omstandigheid hij als legerleider het niet anders kon om de samenleving te behoeden van een coup. Om deze mensen uiteindelijk, die op de vlucht waren geslagen, op deze wijze toch wel tot halt te roepen, zegt hij. Dus met terugwerkende kracht spijt betuigen, dat zal waarschijnlijk niet inzitten, toch? Ik denk het niet. En Fred, kijk, een ander puntje wat ik toch even genoemd wil hebben vandaag, is de sfeer in Auxerre. We hebben een interessante omslag gezien in sfeer. Ja. Wat ik niet onbesproken wil laten en wat ontzettend interessant is vanuit de psychologie en dus vanuit het denken van de andere politieke partijen in Suriname. Kijk, de dag ervoor of twee dagen ervoor, ik weet het niet meer precies, maar er was op een gegeven moment een hele grote massameting in Auxerre. Ja, 16e was het. 16e, dus twee dagen. Nee, vier dagen. Vier dagen voor, dat dus daar zag je dus dat er een beslissing viel om een filmpje niet te tonen. Dat is opmerkelijk. Alle beelden konden vertoond worden, maar alleen dat filmpje kon technisch niet. Dus dat was al een vraagteken voor mij van er is iets aan de hand. Wat er ook gebeurde, en dat is me bijgebleven, is dat er voor niemand zoveel applaus was op het podium als voor Bouterse. Ja. Dus met andere woorden, de NDP draait om Bouterse. Het draait niet om
meneer Panka of meneer Abrahams of mevrouw Boutersen of Ashwin Adin. Nee, de partij draait om de Messiah, de profeet Boutersen. Ja. Dat ja. betekent dat als de profeet er niet meer is, om wat voor reden dan ook, als je hem nou opsluit of berecht of Morello's laat roken aan de Suriname rivier of laat ophalen door Nederlandse mariniers, de partij NDP is op een dieptepunt en is nog dieper aan het wegzakken. Ja, je zei die 16 zetels, waar? Die 16 zetels zonder Boutersen, dat is niet meer gegarandeerd. Ja. Kansloos. Ja. Kijk, vergeet niet, de mensen die daar waren die dag in Auxerre, ja. die waren daar voor de profeet Boutersen. Die waren voor niemand anders ja. daar. Nou, de dag van de uitspraak kon je de omslag in de sfeer zien. En wat ja. gebeurde er? Auxerre had een Dede Osso, terwijl Boutersen nog leefde. Ja. En ja. waarom was het Dede Osso? Niet omdat Boutersen overleden was, nee, omdat ze beseften dat de dagen van Boutersen geteld zijn, politiek gezien. Ja. En dat de dagen van de partij daarmee ook geteld zijn. Ja, maar was het ook niet zo, men zegt, boze tongen beweren, dat die opkomst, de 16e was georganiseerd, hè. Mensen zijn er naartoe gelokt met eten en drinken en geld. En dus de mensen zijn niet uit zichzelf de 16e naartoe gekomen, maar die zijn daarvoor ingehuurd. En waarschijnlijk op de dag van de uitspraak was het eten en drinken niet en was dus misschien de toelage er ook niet. En kwam er geen bus uit Nikeri om steun te betuigen. Dus was daar niet, daardoor niet het contrast de 16e versus de 20e? Ja, dus in mijn betoog had ik dit stukje natuurlijk niet zo opgenomen. Ik had het puur over de psychologie die ik aanschouwde. Ja. Van de ene hoera-stemming naar de andere huilstemming. Ja. Dus, maar die hoera was ook in scène gezet. Ik bedoel, dat werd een beetje opgezweept. Dus, kijk, als het allemaal in scène is gezet, dan geeft het des te meer aan dat de partij NDP nu aangeschoten wild is. Ja. En als je werkelijk politiek een tijger bent, dan ga je toch niet nu een aangeschoten hert naar de dierenarts brengen. Dat doe je dan niet. Dan speel je het spel kei en keihard. Want als het Boutersen en de NDP geweest was, hadden ze het ook gedaan. Dus is het nu belangrijk voor de andere politieke partijen om gas te geven, nog meer te schieten. En absoluut niet nu om een zombie te gaan wakker maken. Dat moet je niet doen. Ja. Nou, hebben verschillende personen over deze kwestie geschreven. Hè. Ik heb net gezegd, ik las een artikel van Sunil Soeklaal. Ik las de reactie van mevrouw Van Dijk Silos. Jij hebt daarover geschreven. Maar ik zag Filia Kramp ook met een reactie komen. En die ging meer inzoomen op, nou ja, hoe ga je met een gedetineerde om, die niet uit de hoek van de gemiddelde crimineel komt, maar toch wel een president is geweest van Suriname. En in dat artikel, Ashwin, adviseerde zij, mevrouw Filia Kramp, dat het misschien goed zou zijn om Boutersen niet op Santo Boma op te sluiten, maar dat hem in detentie te nemen in een geliefde plek waar hij graag vertoefde. En ik had er nog nooit van gehoord, maar met Filia ben ik erachter gekomen dat er een onderkomen is en dat heet Brokabaka. Klopt dat? Brokabaka. Heb je dat artikel gelezen? Ik heb dat artikel gelezen en ik moet zeggen, het is een heel praktisch idee van mevrouw Kamp. Ja. En des te meer reden om je achter je oren te krabben, want als mevrouw Kramp dat als niet ingezetene in Suriname, niet vanuit de rechterlijke macht, niet deel uitmakende van het OM en alle politiediensten en arrestatieteams en president en minister van Justitie, daar heeft ze helemaal geen relatie mee, geen rol in, ze is geen ambtenaar. Als zij zoiets kan bedenken, dan geeft het toch des te meer aan dat het een spelletje is waar wij in terecht zijn gekomen, want men wist dat er op deze manier gevonden zou worden. Daarom heeft men nooit nagedacht, hé, is Brokabaka een idee? Is Suriname rivier een idee? Of is een andere plek een idee? Zullen we met Torarica opsluiten? Ik bedoel, er is daar helemaal niet over nagedacht, want men wist, we gaan het zo oplossen. Ja.
Ja, kortom, dus dat aspect van waar brengen we hem onder, moeten we een oplossing zoeken, dat was al vooraf geen probleem, geen hoofdpijn dossier voor meneer Santokki. Geen hoofdpijn dossier. En daarom heeft men... Mevrouw Kramp het kon bedenken op deze manier, zo praktisch, dan zou ik toch verwacht hebben dat dat ook bij anderen opgekomen was. En dat verraadt wat jij zegt eigenlijk, dat dit een vooraf uitgetekende scenario is, de uitkomst. Conform alle publieke opinies die ik heb mogen horen en mogen raadplegen in de aanloop naar dit proces. Ja. Die mensen hebben allemaal gelijk gehad. Ja. Maar dan brengt dat ons op een punt, hè? De vraag te stellen van hoe integer zijn die rechters dan nog? Kijk, misschien is het niet eens een kwestie van integer. De politiek in Suriname is verweven met de rechtspraak. Dat is een onomstotelijke conclusie waar ik achter zou staan. Ja, de politiek is verweven met de rechtspraak. En dat is niet toevallig dat drie Hindoestanen dan uiteindelijk in dat gezelschap het oordeel hebben geveld over Boutersen. In die zin dat die Hindoestanen Boutersen een grote dienst hebben bewezen, zoals veel Hindoestanen in Suriname, want Boutersen houdt van Hindoestanen. Ja, oké. Okay. Nou ja, Ashwin, het vervolg wachten we af. Ik ben benieuwd wat de inhoud van de gratiebrief van meneer Kanhai wordt namens zijn cliënt. Hè? En of het inderdaad een biggie brief wordt of een brief zoals jij dat zegt. Van ik heb niks gedaan en ik heb niks te verontschuldigen en ik wil in vrijheid blijven. Of dat het een ander brief wordt, daar zijn we met z'n allen benieuwd naar, nieuwsgierig. En jij denkt van, Suriname verdient het dat het een keer openbaar wordt gemaakt voordat er een eindconclusie aan verbonden wordt. Ja, ik vind dat dit zeker moet lekken bij het ministerie van Justitie. Het is toch daar zo lekker als een zeef. Nee, maar waarom zou het lekken? Ik bedoel, als jij zegt, ik weet niet of alle stukken van alle verdachten openbaar gemaakt mogen worden. Ik denk dat strafzaak in een strafdossier beperkt blijft tot het oog van de magistraat de magistraten en de advocaten en de verdachten en de belanghebbenden in deze. En dat het niet in de publieke opinie terecht hoort te komen, toch? Nee, precies. Ik denk ook dat een gratieverzoek niet publiekelijk gemaakt wordt. Ja. Proces technisch. Ja. Maar als er zoveel lekt daar bij het ministerie van Justitie, wil ik ook dat dit lekt. Ja, maar een gratieverzoek komt toch niet bij meneer, hoe heet die man van Justitie? Ik ben nu goede man zijn naam kwijt. Heb vaak. Ook al komt het niet bij hem terecht. Ja. Er zijn zoveel manieren om het te laten lekken, dus het moet lekken. Ja, het Openbaar Ministerie ziet het waarschijnlijk ook. Oké. Ja. Nou, het wordt spannend. We gaan zien hoe we de jaarwisseling in Suriname meemaken. Normaal is het een feestelijk gebeuren. Hè? Ik weet niet hoe kerst gevierd is dit jaar. Nou ja, Boutersen, die kon overal gaan en staan. Dus die had een feestpartijtje van kunnen maken. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft. En of oud en nieuw dit jaar ook uitbundig gevierd gaat worden. We zullen het zien. Ashwin, had je nog iets in te brengen? Hebben we alles besproken waarvan jij dacht van dat wil ik vandaag ook in licht van deze zaak voor de jaarsluiting nog gezegd hebben? Ik denk dat het een groot feest wordt in Suriname. Ik denk dat het een leuke jaarwisseling wordt zonder enige mate van prikkelen of spanning. En dat is het volk van Suriname gegund, want het volk heeft natuurlijk weer een jaar moeten afsluiten met hoge inflatie, met een flinke schuldenlast van 4,5 miljard, volgende uit de OMO-rentes die nu het volk ook mag betalen, waar ze helemaal niets van terug hebben gezien, want en ze zijn verarmd door het OMO-beleid. Ja. En ze hebben 4,5 miljard nu aan schuld erbij. Dus ik gun het volk het beste en het mooiste de komende dagen. En ik wens iedereen een mooie jaarwisseling. En jij ook, Fred. Dank je. Ik vind het echt geweldig dat jij de commitment iedere keer weer weet op te brengen. Om ons te interviewen en het volk op die manier en iedereen te informeren. En wat de tegenstanders van Awaas ook vinden. Dat er heel erg kritisch wordt het een en ander wordt besproken. Ik zou zeggen... open je oren, ogen, hersencellen, allemaal. Want
Als er één zender is waar je de waarheid echt hoort, is het bij Awaaz en nergens anders. Dus Fred, ik ben je ook, ben je zeer erkentelijk. Dankjewel, Jean. We proberen een gecommitteerd jaar van mooie journalistiek. Dank. We doen het voor het goede doel, hè? En dat is belangrijk. En het goede doel is een beter Suriname voor alle Surinamers. En dat de toekomstige Surinamers een beter Suriname krijgen dan hun vader en hun grootvader tot nu toe hebben gehad. En dat Suriname een keer toch wel inderdaad die kwetti-kwetti doormaakt, hè? Namelijk verbreken van de keten van onderdrukking en machtsmisbruik. En dat kan alleen maar wanneer ze integre leiders kiezen. En wat jij zegt, de oude politiek is niet de oplossing voor de problemen van Suriname. Absoluut niet. Mijn dank is groot, Ashwin. Jij en je gezin ook mooie dagen toegewenst, want je bent onderweg, hè? En je bent binnenkort jarig. Je begint je alvast te feliciteren. Heel veel geluk en veel succes in je leven. En inderdaad, jij ook, trek je niets aan van wat anderen vinden over wat je zegt. Het gaat erom dat jij oprecht zegt wat jij vindt en meent te vinden. En dat moet je vooral blijven doen. Want toch wel kritische analisten, daar heeft Suriname heel veel aan. In plaats van de zogenaamde ja-knikkers, die het alleen maar doen om zelf met de vinger in de pap te zitten. En dan op alles ja en amen zeggen. Ja. Ik heb nog één dingetje wat ik wil meegeven aan jou, maar ook aan de luisteraars. Ja. In 2024 kom ik met de eigen krant. Oké. Okay. We zijn het nu aan het proefdraaien. En de krant gaat heten Suriname Post. Suriname Post. Ja. Post. Post. Ja, Suriname Post. Oké. Ja. Interessant. Nou, we kijken naar uit, Ashwin. Ja, en nogmaals, heel veel succes met je uitdagingen en je ambities. En voor nu straks goede jaarwisseling en graag tot volgend jaar weer. Ja, dankjewel. Eens gelijk. Dag. Doei. Ashwin Ramchandran, lieve mensen. लिख नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का